Waarom heb je voor dit thema gekozen? Nou, ik kwam natuurlijk terug uit Amerika. We hebben natuurlijk ruim 20 jaar in Amerika gewoond als correspondent. En met het gezin. Onze kinderen zijn opgegroeid. Twee wonen er ook nog. En als je dan terugkomt in Nederland, dan vallen een paar dingen op. Onder andere valt op hoeveel dingen hier echt fantastisch geregeld zijn. In het openbaar leven, het onderwijs, de zorg, de pensioenen, het openbaar vervoer. Echt zo ontzettend veel dingen dat je denkt van joepie. En toch, er klagen Nederlanders veel. Dat vond ik eigenlijk raar. Ik denk van, hou er toch eens op. Natuurlijk moet je, wat ik net zei, moet je een aantal dingen verbeteren. Ook, natuurlijk hebben mensen gelijk als ze zeggen, in de zorg en het onderwijs moeten dingen verbeteren. Maar Nederland, als je naar internationale lijstjes kijkt, Frits, ik ben een lijstjesvreter. Ja. En dan kijk je van, waar zijn nou het beste onderwijsstelsels, de beste zorgstelsels? Pensioenen bijvoorbeeld. We hebben zelfs een partij die daar uitsluitend druk over maakt. Ja. Ik stem er niet op, hoewel ik over de 10 dagen 65 word. Ja, dus het zou mogen. Maar er zijn twee soorten rapporten over pensioenen. In het ene helft is Denemarken 1 en wij 2. Ja. En in de andere helft omgekeerd. Ja. We hebben dat soort dingen echt ontzettend. En we staan ook altijd heel hoog, volgens mij in de top 3 van het meest gelukkige volk van de wereld. Ja. Voel je dat ook zo, John? Ik zou je vertellen, ik ben net terug uit Curaçao. Dat ligt dan wel aan de hele andere kant van de wereld. Ja. Maar wij moesten daar echt een dag met een neefje van mij, van één die van bed afgevallen was, met zo'n bult en gelijk overgeven erbij. Waar we dachten van, hey, daar moeten we mee naar het ziekenhuis, dadelijk heb je een hersenschudding. En als je dan zo'n ziekenhuis binnenkomt, dan ben je toch wel blij dat je in Nederland woont. Ja, ja. Ja, maar ik ben nogal vaak in ziekenhuis in Amerika binnengelopen met 3 opgroeiende kinderen en hechtingen en skiongelukken en wat dan niet. En ook dan, niet altijd, maar in een aantal gevallen loop je dan ziekenhuizen of eerste hulpposten binnen, dat je denkt van, waar ben ik beland? Ja, dat is niet wat je op tv hoort te zien. En dat is niet wat wij hier in Den Haag of ik in Utrecht of wat je hier in Nederland meemaakt. Nee, ja, dat hebben we echt ontzettend goed voor elkaar. En ik ben ook een fan van het Nederlandse politieke systeem. We hebben nu een paar partijen die daar luid op schelden. Hè? Ja. Dat weten we allemaal. We hebben een fantastisch systeem. Wij zouden het niet, in al die lijstjes, Frits, niet zo goed doen als we uiteindelijk niet bestuurders hadden die fouten maken. Maar als je het allemaal bij elkaar bekijkt, met die 17 miljoen Nederlanders samen. En niet zo. Echt een fantastisch in Amerika, waar jij natuurlijk lang bent geweest. Van mensen fiets. Elkaar vooral afbreken wat de ander heeft opgebouwd. Ja, hoezo praten? Ik ben een hartstochtelijke fan van het poldermodel. Dat is niet heel erg bij de tijd om dat te doen. De meeste mensen vinden dat niet. Zolang ik geen beter systeem hoor dan het poldermodel. Jij hebt er van deel ook een deel van uitgemaakt in jouw politieke carrière. Zeker. Voor een deel, dat is een beter systeem dan alles wat ik er nu om me heen zie. Ja. In ieder geval beter dan het Amerikaanse systeem. Nou ja, en het Amerikaanse systeem, momenteel is er natuurlijk heel veel kritiek en discussie in Amerika. Maar daar hadden we toch 8 jaar lang ook een hele fijne man als president. Hè? Ja, voor het grootste had hij wel een volksvertegenwoordiging die tegen hem was. Ja, dus we kregen niet alles erdoorheen. Barack Obama had Republikeinen tegenover zich. Maar ik zou Barack Obama gestemd hebben. Ik zou democratisch stemmen. Om een aantal principiële redenen, ook met doodstraf en dat soort gedoe. Maar hij is ook ontzettend tegen. Maar hij wreef de Amerikanen ook heel mooi in hoe goed ze het eigenlijk hebben. We are fortunate to be living in the most peaceful, most prosperous, most progressive era in human history. Consider that it's been decades since the last war between major powers. More people live in democracies. We're wealthier. And healthier. And better educated. Stuk voor stuk dingen die voor onze opa's en oma's onbereikbaar waren. Ja. Maar ook democratie. Er wordt er veel op gemopperd. Maar alsjeblieft koester het. Het is echt een juweel van ons prachtige land.